patiëntenlijst, maar ik ben kwijt. Mag ik dan een Ja hoor. I'm going straight to hell. Straight to hell, ja. Een doelverzoek. Ik heb tafel 1 ook aangevraagd, dat is heel goed. Het is niet het meezing gedeeld, hè? Nee. Dat jullie ook niet. Dat jullie denken van, hoe ingewikkeld de tekst allemaal is. She said, son, won't you go outside? I got a man coming over tonight. 7 mornings, 7 days. So I go down to the parking lot. Roam the streets till dawn breaks again. I come in at 5 a.m. She's been waiting for me. Well, she said, so have you been? Well, I said I was out. Upstairs for a see. Kijk, ik heb hier vaak over nagedacht. Ik heb het wel ongeveer zo meegemaakt, maar niet helemaal. Ik heb het niet geschreven, maar ik heb wel zoiets meegemaakt. Maar dat was geen. Ik had een buurmeisje die was aangrenzend in de tuin nam bij mij, mijn ouders. En die had op een gegeven moment een tentje in de tuin. En die heeft ze mij in het tentje uitgehaald. Toen waren we allebei 9 jaar. En het was eigenlijk heel vreemd. Maar daar bouwen. Dus ik ben wel een beetje dicht bij deze songtest gekomen. Ja, ik moet even denken wat de volgende zin ook weer is. Genante stilte. Deze kan er ook bij. Oh ja, tuurlijk. But then, a mother burst in. She said, who's that son of that bitch in the wind? Get out of my house. Yeah.
as I walked on down the road. $50 and a suitcase steered me clear. Well, she took my hand as we walked into the sun. A new day's promise had begun. We'll make it alone whether you like it or not. I turned around and shouted, "Help me, mama. I'm going straight to hell. Just like my mama said. I'm going straight to hell. Ik was Tim Knol, tot de volgende keer.